Het zal je gebeuren. Opeens hangen er 40.000 bijen in je boom. Hoewel de bij eigenlijk geen vlieg kwaad doet, is het toch altijd verstandig om er een imker bij te halen. Hier zit één koningin en ongeveer 40.000 bijen eromheen. Om de koning te verzorgen, warm te houden. Het is eigenlijk gewoon een compleet bijenvolk. Er is een bijenzwerm aankomen vliegen. Een bijenzwerm is eigenlijk, dat is één koningin en ongeveer 40.000 bijen die meegaan. Ik ga nu eerst het volk ga ik nat spuiten, zodat er zo meteen zo weinig mogelijk bijen door de rondte gaan vliegen. Een kennis van mijn vader en moeder, die had 3 bijenvolkjes. En ik vond het eigenlijk wel interessant. Ik ben een jaar met hem meegelopen en uiteindelijk ben ik zelf begonnen met bijen. Ik had hem eerst even nat gespoten, zodat er zo weinig mogelijk bijen opvliegen, wegvliegen. En dan is het eigenlijk in wezen met een borsteltje eraf vegen of een klap op de tak geven, net wat het makkelijkst is. Het is aan de 40.000 bijen en hier ergens in het midden zit de koningin. Het is nou belangrijk dat de koning in de kast gaat zitten. Dan blijven de bijen in de kast. De bij is altijd al een beschermd diersoort geweest. Ja, het is natuurlijk een paar jaar is het wat slechter gegaan met de bijen. Maar nu zijn er toch weer positieve geluiden. Ik zet de kast wel open en nu is de vraag of de koning in de kast zit. Als de koning in de kast zit, dan geven ze een bepaalde feromoon af in de kast. Wat is een feromoon? Is een bepaalde geur. En dan vanavond als het donker wordt, dan gaan ze allemaal weer naar de koningin toe. En dan vliegt er hier niks meer, dan zitten ze allemaal in de kast.